Projectontwikkelaar Doornik BV is eigenaar van het afgebrande winkelcentrum Wezenhof in Nijmegen en heeft plannen voor de herontwikkeling van het gebied. Er moet niet alleen een nieuwe supermarkt komen, maar ook medische voorzieningen en woningen. Afgelopen donderdag presenteerde het bedrijf haar plannen aan omwonenden tijdens een bijeenkomst. Het bewonersplatform Huis van Wezenhof organiseert zaterdag een expositie om de nieuwe plannen te bespreken. Zaterdag hebben wij hier in Huis van Wezenhof een expositie over de plannen zoals die gepresenteerd zijn door Doornik BV over de nieuwbouw die op het plein zal verrijzen. En bewoners hebben de plannen kunnen zien en wij geven onze visie daarop. Onze visie daarop is dat het te groot is voor de wijk Wezenhof. Wezenhof is een groene wijk met veel laagbouw. En dit is een enorm massief flatgebouw. Als bewonersplatform hebben wij een mening daarover. Maar als platform vertegenwoordigen wij ook de wijk. Dus we zijn heel benieuwd hoe de wijk daarover dient. En daarom hebben we een enquête opgesteld die ingevuld kan worden. Want het gaat vooral om de mening van de wijk. En er zijn ook mensen die zeggen, laat ze alsjeblieft gaan bouwen, want het is zo'n troosteloze boel hier. Dus ja, we moeten gewoon kijken hoe erover gedacht wordt. Het nieuwbouwplan moet nog verder worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna start de gemeente Nijmegen met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. In deze fase kunnen bewoners opnieuw hun mening geven over de plannen.